Diamanten ontstaan onder extreme druk en hitte, diep in het binnenste van de aarde. Na hun ontstaan duurt het miljarden jaren voor de diamantrijke lagen het oppervlak bereiken. Ze worden gedolven in poolgebieden en woestijnen en opgedoken uit rivieren en zeeën. En dan vindt er een vreemd fenomeen plaats. De ruwe diamanten beginnen aan een reis rond de wereld. En ruim 80% ervan eindigt op dezelfde plek. Alle diamanten belanden uiteindelijk in deze vierkante kilometer van Antwerpen. Nergens ter wereld is de diamanthandel zo geconcentreerd. Een heel verscheiden groep mensen werkt hier in een stabiel en rendabel handelsklimaat. Het Diamond Office controleert de oorsprong van de diamanten. Alleen stenen met een Kimberley-certificaat komen Antwerpen in. Zo boycott de stad de handel in conflictdiamanten en vestigt ze zich als de ethische koploper. Zodra het Diamond Office de stenen vrijgeeft, zetten ze hun reis door de diamantbuurt verder. Ze worden gekeurd door vooraanstaande experts. Daarna worden de stenen verhandeld in ruim 1800 diamantbedrijven en op 4 beurzen. De combinatie van vakmanschap, know-how en expertise maakt Antwerpen dé ontmoetingsplaats voor producenten, handelaars, verkopers en juweliers. Vertrouwen en integriteit zijn hier basiswaarden. De voorbije 500 jaar heeft Antwerpen zich opgewerkt tot leider in de diamantindustrie. De stad biedt de technologie, het vervoer, de opleidingen en de financiële ondersteuning voor een bloeiende handel. De stad is een enorm logistiek centrum, een moderne metropool met een rijke geschiedenis, een vertrekpunt voor creativiteit en vernieuwing. Alle activiteiten vinden plaats op wandelafstand en alles verloopt via een netwerk van bedrijven in een bewaakte omgeving, ondersteund door stabiele instellingen die de handel bevorderen. Het Antwerp World Diamond Center onderhoudt de contacten met de rest van de wereld. Zodra de ruwe diamanten gesorteerd en verhandeld zijn, worden ze verscheept naar slijperijen over de hele wereld.
De kostbaarste stenen worden in Antwerpen zelf geslepen, in ultramoderne slijperijen. Het belangrijkste kwaliteitslabel voor diamanten is dan ook Cut in Antwerp. We volgen de stenen nadat ze geslepen zijn en weten zo dat bijna elke diamant ter wereld in Antwerpen is geweest. De helft van de stenen zelfs twee keer. De eerste keer als ruwe diamant en dan nog eens als afgewerkt product. Antwerpen heeft de juiste mix van kritische experts en gedreven professionals en kan steunen op 500 jaar ervaring in de handel van ruwe en geslepen diamanten. Dat maakt van Antwerpen een briljante stad.